hele, hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video. Het is maandagochtend, we hebben zojuist MEV afgezet en we staan hier voor een gebouw. Geen idee wat voor gebouw, maar Remco zei dat hij hierheen moest om zijn paspoort af te laten stempelen. Want dan mag hij officieel nu zijn Emirates ID aanvragen en mag hij ook het land uit. Dat mag anders niet. Dat vind ik dan het meest benauwende aan het systeem hier. Dat ze kunnen je gewoon je paspoort afnemen en die ben je dan een tijdje kwijt. Want het is part of the process, maar het gebeurt met heel veel dingen dat je je paspoort moet inleveren voor iets. En dat vind ik dan weer niet fijn. Maar goed, hij mag het nu afstempelen en dan is het klaar. En dan gaat hij zijn Emirates ID aanvragen en dan kunnen we alles gewoon doen. Hij kan alles doen. Dan moeten de kinderen er nog op zien te komen, zeg maar, op zijn visum. Maar goed, al met al positief. We zijn hier trouwens in een leuk buurtje. Oh, bij downtown in de buurt. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daarachter... Nou, waarschijnlijk niet, maar... Daarachter is de Frame. Werelds grootste Frame. En dan denk je, wat de heck heb je er nou aan? Geen idee. Maar Dubai is sowieso van het allergrootste, de beste. De beste niet, de grootste en de eerste. Maar plan voor vandaag is veel werk. Altijd op maandag moet ik veel werk doen. Maar wel iets leuks. Ik mag de flyers ophalen. Voor Suzanne. Die heeft woensdag haar... ik weet eigenlijk niet, presentatie bij UAE-consulaat of Nederlandse consulaat. In ieder geval, ik mag mijn flyers dan daar in haar goodiebag doen. En daarna heb ik, eigenlijk daarvoor heb ik nog een afspraak met Jimmy. Jimmy is een Britse man en die heb ik leren kennen via, ik ben zijn naam kwijt, een Nederlander in ieder geval. En die heeft ons voorgesteld, we werken beide in de metaverse wereld. En hij zei, goh, wil je een keer kennis maken? Ja. Ik zei, ja, waarom niet? Nou, daar ga ik straks naartoe. En daarna de... En het fijne is wel dat we 2 uur voorlopen. Dus Nederland is nog lang niet wakker. Het is 6 uur in Nederland. En ik kan gewoon tot 11, 12. Dan zijn mensen nog niet aan het werk. Dus dan heb ik een beetje vrij spel. En hoe kan ik met de Aziaten communiceren eventueel? En that's it. En dan kan ik wachten tot Nederland wakker is. En tot die tijd kan ik afspraken plannen. Gewoon even relaxen aandoen, zeg maar. Dus dat is wel echt fijn. Wat niet zo fijn is, is dat ik nu honger heb, niet ontbeten heb en geen koffie heb gehad. Dus dat moet ik nog fixen. Maar dat zijn de plannen. Ik ga Jimmy ontmoeten. Wat ophalen en werken. Oh ja, en de kleding laten zien vandaag of morgen. Want ik wilde eigenlijk de nieuwe kleding aandoen, maar kon niet. Want ik heb het jullie nog niet laten zien. Dus dit heb ik al eens eerder aangehad. Het maakt niet uit. Net zo leuk. Maar ik ben wel benieuwd naar de nieuwe kleding. Want we hebben ze niet gepast. To tell you like how many districts do we have, and each district like contains that's like our plots of lands, right? So these are our lands. This is the district, like okay. This is a play district. Then the blue one is a play district, and the if you go like a pink one, it's a community district, and if you go a little bit, you know how to move. But yeah, exactly. Mm-hmm. This one is the curiosity, and then we have the romance. Klaar met mijn afspraak. Het was trouwens hier. Is in of onder een soort shared office center met beveiliging. Die heb je in Nederland overigens ook hier. Best wel een goed gesprek. Maar ja, ben je weer zoveel tijd. Het is nu 12 uur en ik moet nu naar huis snel lunchen en dan weer MEV ophalen met de nanny samen. Dus, en dan moet ik de flyers nog ophalen voor Suzanne. En dan moet ik dat ook nog gaan plannen wanneer ik dat ga brengen. En dan heb ik ook nog calls om 3 uur. Oh mijn god. Dus ik kan beter nu gaan. Ik ben hartstikke uitgedroogd. Dus ik ga even water drinken. Die overigens thee is geworden. Je krijgt die overigens wel elke keer water. Maar ik vergeet het niet mee te nemen. Hier is het. Oké, ik ga gewoon naar huis. Ik ben een beetje overloaded met informatie. Wat is dat, Mali? Ook een haard. Wil je het? Nee. Nee? Nee, wil je niet een haard? Nee. Nee, hè? Maar die kazuisje is open. Ja, dat mag. Het openen. Eerste huiswerk van MEV is binnen.
zojuist hem opgehaald en dan kregen we dit mee. Dit zijn dus allemaal boekjes met plaatjes en er zit geen tekst bij zoals ik het begreep. Maar dan moet ze dat herkennen en dan die kaartjes erbij voegen. En dat doe je dan voor deze week en volgende week doe je dan weer, krijg je weer een andere boek mee en steeds een level hoger. Dus dit mag hij gaan bestuderen deze week. Ik zit hier dus te werken en bedenk me trouwens mijn multivitamine nog moet nemen. Heel random, maar ik neem het altijd rond 5, 6 uur. Trouwens, wat ik jullie vergeten ben te vertellen in de vlog dan, is dat mijn webshop, mijn Knessa webshop, opnieuw heb ingedeeld. Een nieuwe website voor heb laten maken. En Mulu, mijn nieuwe merk, dat komt dus binnenkort. En ja, 2022 staat daar. Nou, we zijn dat dus aan het uitbouwen, maar ook de Mulu, het geeft een beetje een feel van hoe het uit gaat zien. Kijk dan hoe gaaf. We hebben een soort kastachtig iets gemaakt. Rebranding, digitaal. Dit geeft een beetje een idee, een hint waar we naartoe werken. Dat we steeds meer digitale ja, wereld in willen. Zeg maar de 3D. En verder, ja, ik heb een aantal dingen teruggebracht. Omdat sommige mensen het zo graag wilden nog. Ja. Dus, en het is allemaal afgeprijsd. Dus als jullie het leuk vinden, neem een kijkje op de webshop. Knessa.net. Ik zou toch nog een update geven wat we van die Hako sushi vinden. Oh. Hako sushi, ja. Dit is Hako sushi. Hako sushi. Het is er weer. Ja. Dus dat is op zich goed nieuws. Dan, ja, nou, het is meer omdat je geen zin had om iets nieuws uit te zoeken en gewoon exact hetzelfde besteld had dan de vorige keer. Toch? Ja. That's maar het is wel lekker. Ja, dat is goede sushi. Nee, hey, 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 hey. Zeker. Ja, het is goede sushi. Ja. Dus Hako sushi. Zien ze ons, ziet u ons nou? Oh kijk, daar zijn we. Hi! Hallo! Hoe gaat het? Goed, met jou? Hey, even financieel hè, hier. Ja. Wij halen iedere dag koffie. En soms halen we ook daar eten bij, ontbijt. Dat doen we natuurlijk omdat we moeten hem 7:30 al op school afzetten. En daarna, dus moeten ja, we? Nou ja. Je hebt geen tijd, in ieder geval, wij maken geen tijd om thuis nog koffie te... Of, ja. Nou, ja, als je tijd wil maken, ja, moet je om 5:00 opstaan. En dan moet je ook een koffieapparaat hebben, hebben we ook nog niet. Nou, maar dan haal je er eten bij. Maar hier, aan dit soort dingen gaat wel veel geld. Het kost 105 AED, hè? 105 AED, dat twee, is... Met eten erbij. En dit is nog duurder, want je hebt een grotere koffie nu. Dat is 30 euro. Nou, we gaan het zo zien hoeveel het kost. Ja. Nadat hij afrekent. Ja. Hi, sir. Good morning. Can I redeem my points, please? Can I check it again, sir? Oh, sure. How many coffee? Ja, nu is het dan goedkoper, want ik krijg 2 koffie gratis. Ga ik dat filmen en dan ga je dat doen. Maar ja, hij spaart dus punten waardoor je koffie kan opsparen en eens in zoveel tijd gratis koffie kan krijgen. Ja, dat gaat best hard hoor. Ja? Ja. Ja, dat is ook omdat wij best wel veel daar koffie veel halen. Hier. Ja. Maar ik ben niet zo ver van Costa, moet ik zeggen. Ik vind de Starbucks hier lekkerder. Koffie. Maar het is de enige 24 uur drive. De andere is niet 24 uur, hè? Dus ben je stiekem toch fan. Maar goed, financieel. Ja. 105 heb je gisteren betaald. Ja. Voor eigenlijk hetzelfde, alleen een kleinere... En niet door inserted. Oké, hoor. Een kleinere koffie. Ik had, nu hebben we beide groot. Ik had medium gisteren. Ja. Maar iedere dag 105. Ja. Hoeveel is dat in euro's? Ik ga je zo vertellen. Ja, ongeveer 30, 8, ja, bijna 30 euro. Ja, ja dan snap ik wel waarom geld hier hard gaat. Want we bestellen ook eten. Nu hebben we een nazien die af en toe koopt. Maar goed, als je alleen koffie neemt is het goedkoper. Hè? Ja, maar zo gaat geld wel. Ja, het gaat wel heel hard. Ja. Maar we bestellen iedere dag eten. Dat doen we ook, basically. Tenzij nazien koopt. Tenzij nazien koopt. Maar iemand, ja. Ja, soms staat er eten in de keuken. En dan hebben we kosteling één. Oh, dat is nice. Ja, heeft iemand gekookt. Ja. Nee, dat moeten we ook niet meer doen. En daarom is het eigenlijk... Wij moeten hier niet meer leven zoals we op vakantie leven, zeg maar. Nee, maar dan moet je gewoon koken. Dan moeten we iemand regelen die kookt. Yo, maar sowieso moeten we eigenlijk deze week beginnen met het bezichtigen van huizen. Want we hebben nog 6 weken hier in dit huis. Yeah. Dan moeten we eruit. Dus... dat scheelt ook, denk ik. Ja, maar het is eigenlijk wel grappig, want als je dus iemand in dienst zou nemen die ook kookt, los van het feit of de nanny ook kookt, dat is best wel voordelig.
dan dat je iedere dag eten bestelt. Ja, tuurlijk. Want gisteren was sushi was 52 euro. Ja, maar dat is sushi. Ja, ja. Het is toch ook eten, schat? Nee, maar... Oh, maar dat is sushi, dat mag wel dat kosten. Het personeel gaat geen sushi maken. Dus als je dat wil eten, zou je dat altijd moeten bestellen. Kun je misschien een Japanse nanny nemen, die kan koken. Ja. Nee, maar ik denk dat als we ons vaste huis hebben, dat de kosten wel omlaag gaan. Je kan niet iedere dag of iedere keer blijven. Nee, maar dat wil je ook niet. We gaan nu ook ieder weekend uit eten, dat hoeft ook niet. Ja, het is wel leuk. Ja, het is wel leuk. Maar dat is omdat je nog in die vakantiegevoel zit. Toch hou je dat wel een beetje, maar ik zou het ook wel fijn vinden als er gewoon... Very much. Het zou ook wel fijn zijn als je gewoon thuis... Cappuccino, ja. Yes, cappuccino. Americano, sir. Thank you. Ja, je zou het fijn vinden als we af en toe nog... Nee, als er gewoon eten thuis, als dat ook gewoon gemaakt is. Ja, maar dan is een keer weekend is uit eten ook leuk. Gaan is niet leuk. Nee, maar is ook erg, leuk dan. Maar... Ja. 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 Maar jij vindt het dus gewoon kunnen dat je iedere dag 30 euro uitgeeft en dit. Iedere dag, hè? Ja. Van maandag tot vrijdag. We hadden al een hele mooie koffiemachine kunnen kopen daarvoor. Ja. Ja, maar oké, weet je wat het verhaal is? We hebben dus nu is de situatie ook nog dat we mensen dan wegbrengen. Dus dan moet je nu weer terug naar huis. Het is hier 8 uur 's ochtends. Ja? In Nederland 6 uur. Dus ja, je kunt dan je werk gaan doen. Niet met Nederland, want die mensen slapen nog. Maar je kunt dan wel wat gaan doen. En dan ga je naar huis en dan ga je werken. Maar dan kunnen de hele dag dat werk nog doen, hè? Ik heb gisteren ook tot 8 uur, 9 uur gewerkt, omdat het in Nederland dan nog eerder is. Weet je? Thank you very much. Thank you, bye bye. Thank you. Weet je, dan denk ik op een gegeven moment, ja, het is ook wel leuk om even iets anders te doen. Wat we dus willen gaan doen. Maar dit is absoluut volgende niet week. Een voorbeeld. Je moet geen. Is dat de. Nee, dat is de kleine. Nee, ga zo kijken. Dat is ook zoiets, we moeten nu auto gaan. Ja, maar dan volgende week wil ik ook gaan trainen. Dus dan ga ik 's ochtends gewoon trainen. Onze eigen auto, want we huren het nu steeds. Maar goed, daar heb je allemaal die Emirates ID voor nodig. Waar Remco mee bezig is. Ja. Thuis. En dit. Is het geworden, de kaart die ik straks naar Suzanne breng. En ja, dit is dan, dan krijgen ze gewoon korting. En ja, dan mag ze dan uitdelen. Maar ik vind het gewoon zo mooi dat ik die kans krijg nu. Nu ik zeg maar, ja, hier woon. Echt binnen 2-3 weken. En dan kom je zo bij de Nederlandse overheid terecht. Deze kaart komt daar terecht. Hoe grappig. Maar goed, dit is de kaart. Mooi, mooi papier trouwens ook. Kun je even kunnen zien. En ja, die ga ik straks naar Suzanne brengen. Ik ben hier trouwens tijdens het werken dit aan het eten. Dit is een keto cheesecake. Dus er zit helemaal geen suiker in, geen gluten in en geen melk. Wat best knap is bij cheesecake. Nou, is het iets te krap hier. Maar het is echt niet slecht. Qua smaak is het niet top of zo, maar... Voor iets waar geen suiker in zit. Eigenlijk niks waar je cake mee maakt. Dus gluten niet, suiker niet, melk niet. Maar ik moet zeggen, het is niet slecht. Als je zin hebt in zoet. Ik heb hier zoveel mogelijkheden wat betreft keto. Dus dan hoef ik helemaal geen suiker te eten. Of geen gluten als ik daar zin in heb. Dus als ik zoet heb, of zoete trek heb, dan neem ik dit. Het is wel machtig. Dat is wel. Hey Mali, wat heb je gedaan? Wat zo? Oh, dat is waarschijnlijk voor zo'n... wat heb je druk? Die! Die moet je even afhalen? Ja, zo'n kinderpleding of zo, ja. Wauw, Mali. Time out. Dat is 55. Wauw. Was het leuk? Ja. We dachten, we moeten jullie nog de kleding laten zien. En eerst dachten we nog van, we doen het wel als de kids slapen. Maar dat kan niet, want dit is Mali's kamer. En hier staat de spiegel. Dus doen we het nu ze beneden zijn met Nazien. Ik heb op zich alleen dit stapeltje. 3-4 items. Mali heeft alleen dit. Wel heel leuk jurkje. En we zeiden over Memf dat we niks zouden kopen voor hem. Ja. Want hij had al zoveel en hij draagt alleen maar uniform. Maar... 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Ja. Wat is mis met ons? Nou, dat is niet de bedoeling. Nou, in een vorige video zei ik, bij ons is ook het geld wel eens op. Nou, dat komt dus door dat dit soort, op, ja. Omdat wij ons niet kunnen inhouden met sommige dingen. Ja. En dan Remco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Maar jij hebt het nodig. Mali maar 1. En we hebben nog parfum gekocht van, jou van het merk. Jouw... Je wou het zeggen. 1,
2, 3, 4, 5. Voor Canessa. 4, schat. Dus er zijn twee tasjes. Waarvan één tas. Nee. Er zijn twee tasjes en een riem, dus eigenlijk 6. Oké, okay, maar we hebben ook dus parfum gekocht, favoriete merk. Dit heb ik toen voor jou als cadeau. Ja, dat is heel nice, ja. Gegeven, weet je nog? Vorig jaar, ja, december. Ja. Had ik cadeau gegeven voor kerst. Ja. En dat is zo goed bevallen dat we nu ook eentje voor mij hebben gehaald. En dit Arabische, ja, het is voor mij nostalgisch, want mijn moeder deed altijd Arabisch parfum op. Het is een beetje achter je oor, ja, en ook in je nek. En mijn moeder deed dat altijd. Het is olie, geurolie, en dat kan je gewoon in je haar doen ook. En het is gewoon best lekker. Ik vond de geur lekker zacht. En ja, dit is dus voor ons. Maar goed, we gaan de kleding even aandoen en passen. Ja, die van de kids niet, maar die van ons dan. TV. Heb je dat gemist? Nee, niet. Maar het is wel, Lubach is wel leuk, maar ik heb dat niet gemist. Ik heb niks gemist toen. Nee, 3 weken weg en jij moet volgende week wellicht terug. Ja. En dat vind ik wel erg. Ja, dat heeft geen zin. Nee. Dat is wel goed, positief. Ja, dat vind ik goed. Ik vind het heel fijn. Kom maar. Yes, 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 yes. Die vogel? Ja. Je kunt toch niet bij, schat? Je zit heel hoog, zie je dat? Als ik vogel ben, ja? Dan mag ik ook die vogel. Ja, als je vogel bent, mag je ook die vogel. Ja. Nou, we willen onze zoon ophalen van school. Ja. Maar ik maak gelijk een beetje reclame, dus als jullie vuilnis ophalen. Shine Skip Services. Service zoeken, dan is Shine Skip er, maar. Ja, nu gaan we dus in de file staan. We dachten eerder te gaan. Ja, dat, nu sta je dus strak in de file, want we moeten wachten. Die 5 minuten zijn cruciaal. Ja, echt. Nou, het is echt zo. Maar goed, vanochtend hebben we eigenlijk vrij weinig gedaan. We zijn koffie gaan halen nadat we mijn vader afgezet in Arabian Ranches. Ja, ik moet zeggen, ik heb wel dingen gedaan. En ja, werk-wise, maar voor de camera niet zo interessant. Ja. Nee. Want we zijn daarna gaan rijden door Alkwas, waar we ons willen vestigen. Maar je hebt in Alkwas 1, 2, 3 en 4. Dus we moeten echt even kijken. Als het goed is gaan we morgen bezichtigen. Als ik nog iets van die dingen hoor trouwens. Van die makelaar. Ja, dan moeten we en zullen we nog een locatie sturen. Ja, dat doet hij waarschijnlijk de dag zelf. Uit bescherming van de adressen. Oh ja? Ja, denk het wel. Denk je dat? Privacy toch? Leek me. Maar ja, de adressen staan hier ook niet zoals ze op Funda in Nederland gewoon vermeld. Volop, hè? Ja. Dus je kunt ook niet gaan kijken. Alleen in de wijk. Oh, misschien gaat weg. Ja. Maar, zonnebril hier. Ja, dus we gaan kijken morgen. Ik ben benieuwd. En welke Alkwas voor ons gewoon het fijnst is. Ja, 1, 2, 3 of 4. Ja. Of Industrial Zone, maar ja, dat denk ik niet, hè? Waar je die camera vast? Misschien voor mijn werk. Voor een warehouse zou dat wel cool zijn. Ja. Ik vind het best wel een gaaf gebied, zeg maar, industrieel hier. Een beetje rommelig en druk en zo. Super rommelig, maar gewoon ook wel georganiseerd. Jawel, dat is wel. Hoe vind je mijn geurtje, by the way? Kruid niks. Nou, tot zover. Maar ik heb zelf ook een geur, mijn nieuwe geur ook, dus waarschijnlijk geur. Oh, je woont in de Goor, in Nederland, met een R. Anyway, ja, ik vond het zelf wel lekker, maar fijn dat jij dat niet ruikt. Misschien Mali wel. Mali, ruikt papa lekker? Hebben we nou die tablet mee? Ja, natuurlijk heb ik die meegenomen, ik regel dat soort zaken. Wauw, hij denkt één keer aan iets. Ik heb ook al aan eten gedacht, gisteren ook al.
Ja, maar bij jou vliegt het wel een beetje doorheen. Ik heb alles onder controle. Maar dat moet iemand doen, toch? Oké. Vullen we elkaar aan. Vraag wat de temperatuur is trouwens. Nu is het 44 graden en het is 2:30 'smiddags lokale tijd. Yep. Dus best een warme dag. Het is een warme dag. Maar kijk dan, het is ook mooi. Golden hour. Ja, het is inderdaad mooi. Maar, schat. Ja. Laatste stap. Ja. Laatste stap in je visumprocedure. Ik ga hier weer naar zo'n center. Overheidscenter. En daar ga ik voor mijn biometric, dus mijn fingerprint. Net als er nog biometrics. Ja, dus zou, als biometric kan ook oogscan zijn en zo. Hè? De biometric features van je lichaam of zoiets. Maar ze doen hier alleen fingerprint. Dus is het eigenlijk een biometric, maar één ding. Dat is de laatste stap, dan krijg ik mijn resident kaartje. Ja, Emirates ID. Ja, dat is de laatste stap. Dus, en wij gaan wachten hier. Dan moet ik trouwens ook nog een rijbewijs aanvragen daarna. Een Emirates rijbewijs? Emirates rijbewijs, ja. Maar waarschijnlijk kan jij die van jou gewoon zo overzetten. Ja, ja, dat moet je gewoon aanvragen, geen probleem. Je moet alleen een oogentest doen. Want ik natuurlijk weet, moet je alleen testen voor doen. Sommige landen. Nee, dan kan je niet zomaar overzetten. Nee, en je mag ze ook, een Nederlands rijbewijs mag je ook gewoon houden, hoef je niet in te leveren. Dat blijft gewoon van toepassing, wat handig is als je in Europa bent. Hè? Maar ik krijg er dan dus eentje bij. Ja, dat koop je feitelijk, hè, maar het kost ook weer wat natuurlijk. Dus dat. Je hoeft niet opnieuw af te rijden of zo, dat hoeft niet. Dat zou ik wel leuk vinden van die kleine autootjes hier trouwens. Wordt hij opgepakt? Hoe jij rijdt? Nee, dat pakt hij op. Zo'n auto overleeft dat ook niet. Nee. Maar goed, okay. Ik ga even naar binnen nu. Wat zeg je? Tot zo. Tot zo. Van de lamp, die kan ook wel uit. Kijk, uit. Kan ik ook een blauw lampje erbij maken? Anders, kijk, blauw lampje erbij. Klaar. Oh, mijn scherm is wel uit. Voor een call. En deze call is met een investeerder. En ik had van de week ook één. Morgen heb ik nog één met een investeerder. En het is best knap. Deze dingen had ik nooit in Nederland. En ik kom in Dubai en heb je 3 afspraken met investeerders voor. Een van je platformen. Platform, ja, Sportbase. Als jullie niet op Sportbase hebben of niet weten wat het is, jullie kunnen kijken op Sportbase. Sport en dan base.io. Maar daar spreek ik dus investeerders voor, gewoon om mijn netwerk uit te breiden en gewoon wat meer mensen daar in die wereld te leren kennen. Maar wat ik al zei, dit had ik dus nooit in Nederland. Echt zo bijzonder dat ik dat hier wel heb. Maar goed, de meeste zitten in Amerika. Dus voor hun is het ochtend volgens mij. En hier moet ik dan in de avond met ze bellen. En zoals ik zeg, 's ochtends schakel ik met Azië. En 's middags met Europa. En dan 's avonds met Amerika. Heel interessant. Het is gewoon een nieuwe manier van werken. Maar ik hou er wel van. Wil je even uitleggen hoe je ervaring was bij jouw biometrics? Ja, dat was fantastisch. Dat was heel kort, want ik had geen PCR-test. En je wist niet eens dat dat moest? Nee, dus ik zie nu op de website aan het zoeken dat ik opnieuw moet. Je moet dus... er staat dus dat je proeft dat je al fully vaccinated against COVID-19. Dat heb ik wel, maar blijkbaar moest je ook een COVID-test hebben. Taken within 48 hours of the scheduled appointment. Dat is een beetje vervelend. Ik had dus een appointment. Dus nu heb ik een PCR-test gedaan. Kan namelijk daar ook. Maar dan moet je op de uitslag wachten. Nou, die krijg ik waarschijnlijk morgen. Dat heb je gedaan. Heb ik gedaan, dus dan ga ik vrijdag maar weer, want volgens die man daar kon je gewoon ook zonder afspraak gaan. Nou, ik ben heel benieuwd of dat echt zo is. Nee, denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Het is gewoon om je weg te rijden. Dan moet ik gewoon 2 weken wachten, daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ik ga denk ik maar weer, hè. Want er staat hier, can I go for biometric without appointment? They may refuse to do so. Whatever. Nou, they may. They may. Dus misschien niet, misschien wel. Dus, jammer, want het duurt dan nog 7 tot 10 dagen. Voordat je dat ding hebt, dat ID. Dat is dus nu iets langer nog. Dus hoe was mijn ervaring? Ja, nou ja, enigszins teleurstellend. En je hebt een COVID-test moeten doen? Ja, maar dat heb ik wel meteen gedaan. Dat al. Hoeveelste test zou dat eigenlijk zijn? Ik heb geen idee. Niet zo heel veel. Voor iedere keer dat we moesten rijden, moest ook een test. Ja, toen, maar het is niet overdreven veel. Want ja, altijd als jij zo begint te praten, verwacht je cijfers te horen die... spraakmakend zijn, maar het is niet zo. Jongen.
dat je niet meegaat in dit betoog. Anyway, dit is een afsluiting, denk ik. Hè? Ja? De camera zo op mij richt, dan moet ik vaak iets meer zeggen dan alleen hallo. Het was een drukke week weer, hè? Dat zeg ik iedere week volgens mij. Maar het is wel, wel een fascinerend leven. Ik heb laatst, keek ik naar een video terug. En ik denk, oh mijn god, ik moet op TikTok weer een wekelijks update geven. Maar toen dacht ik, ik heb 4 dagen geleden ingedaan. Is het zo? Dus het gaat veel te snel. Dat gebeurt echt heel veel. Ja. Dus soms denk je, het is maar een week geleden. Voor mij voelt het al langer. Ja. Kan je positief als negatief opvatten? Ja, maar ik zie dat heel positief, want het is wel fantastisch hier. Dat kun je niet ontkennen, toch? Nee, ja, dat kun je helemaal niet ontkennen. Dat zelf weet. Huh? Maar, ja, dat kan ik wel. Dat is altijd leuk. Je kunt niet ontkennen. Ja, tuurlijk kan dat. Dat kan toch wel. Ja, zie mij het ontkennen. Ja, wat ga je eraan doen? Hoe doe ik dat? Ja, precies. Ja. Good for you. Anyway, het was wel heel... het was leuk weer. Het was ook een leuke week. Vooral heel leuk. Hè? We hebben een heel leuk leven hier. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat we hier naartoe zijn gegaan. Ik zag ook op Facebook dat mensen het leuk vonden dat wij zo dankbaar waren. En ja, dat ben op ik Facebook, echt. YouTube. Echt heel Facebook, YouTube. Allemaal zo. Ik ben ook heel dankbaar dat we dit mogen doen. Dat is mooi. Dus. Wat ik ook mag doen is dit vlog afsluiten. Ja, doe je zo lang over. Dat doe mijn ik dan hemel. Ook bij deze. Ja, maar zo belangrijk. Hè? Ik vat even samen hoe we dat ervaren hebben. En zo. Altijd dezelfde samenvatting. Nee, maar niet, ja, is toch leuk? Is toch positief dat je dat ook zo ziet? En, ik ga je deze keer niet in de reden vallen. Als je afsluit, oké? Okay? Dan raak ik in de war, dan staat er gelukkig op. Okay. Dank voor het kijken. En volg ons ook in het volgende filmpje. Dag. Oké, het is heel moeilijk om hier niks van te zeggen. Maar ik ga het niet doen.